In Bodegraven hebben Amerikanen, Belgen en Nederlanders meegereden in de eerste internationale skelterrace van ons land, waarvoor in deze plaats onlangs een speciale wedstrijdbaan is aangelegd. De op de zeepkist geïnspireerde monstertjes met een cilinderinhoud van 50 tot 200 kubieke centimeter kunnen snelheden halen tot 100 km per uur. Skelteren is minder gevaarlijk dan de grote autoraces, maar daarom nog niet minder moeilijk, aangezien de directe besturing grote behendigheid vereist. 7000 toeschouwers volgden met spanning de verrichtingen van de coureurs, die in de bochten nogal eens met ruimtegebrek te kampen hadden en dan in de strobalen terechtkwamen. De dubbele achtbaan is 300 meter lang en 5 meter breed. De Belgen bleken bijzonder bekwame rijders te zijn, maar ook de Nederlanders gaven goed partij. Vooral Dumé uit Deuren, nummer 64, Moerkerk uit Rotterdam, nummer 77 en Philips uit Assen, nummer 38, onderscheiden zich. Winnaar in de 100cc-klasse werd de Belg Laé uit Antwerpen. Behalve een beker kreeg hij ook nog een Bodegraafs bosje bloemen.